De bedoeling van deze serie Leven met Lipodeem is om mensen te vertellen over mijn ervaringen met Lipodeem, het onbegrip van de wereld, eigen hersenspinsels en het zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Ik zou deze informatie toch niet voor mezelf kunnen houden. Hey, hallo, daar ben ik weer. Het is vrijdag, dus het is weer tijd voor een nieuwe video. Het is vakantie, dus ik heb er nu wel tijd voor. Let niet op mijn haar, want ik heb gedoucht en dan is het altijd een beetje ellende en zo. Maar goed, het gaat ook om een verhaal. Vandaag wil ik het over hebben van wat je allemaal moet opgeven als je lipodeem hebt. Nou, dat is best wel wat. Het ligt eraan in welk stadium je bent natuurlijk. Als je in stadium 1 zit, heb je er nog niet heel veel last van. In stadium 2 wordt het dan wel weer iets meer helemaal als je tegen stadium 3 aan zit. Ik heb het nu over de lichamelijke last die je ervan hebt. Want psychisch heb je er sowieso eigenlijk altijd evenveel last van, denk ik. Het verschilt ook per persoon. Iedereen met lipodeem heeft te maken met mensen die kijken. Gewoon alleen maar kijken. Ze hoeven nog niet eens wat te zeggen, maar je hoort eigenlijk al haast wat ze denken. En psychisch is het gewoon heel erg zwaar. Onze wereld is tegenwoordig heel erg van, nee, je moet elkaar accepteren, je moet zo zijn, je moet zo. Maar in de praktijk gebeurt dat helemaal niet. Helemaal als een ziekte onbekend is, zoals deze ziekte ook, dan wordt er gewoon heel erg naar je gekeken. En ja, wat moet je dan opgeven? Dat moet niet, maar dat gebeurt dan vanzelf. Dat is dat mensen geen rokjes meer aandoen, geen jurkjes meer aandoen, geen strakke broeken meer aan willen. Maar er wordt kleding aangedaan waarbij de boel een beetje wordt verstopt. En dat is ook wel logisch, want ik denk dat iedereen dat wel doet. Maar toch moet je dan wel een soort van je eigen kledingstijl, denk ik, opgeven. Ik zeg nu heel de tijd moet opgeven, maar het moet natuurlijk niet. Maar voor jezelf lijkt het wel alsof het moet. Ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Als je een zomermens bent, dan voelt het ook misschien zo alsof je de zomer een beetje moet opgeven, dat je de zomer moet overleven, omdat ja, je voelt je op dat moment misschien zwaarder en de mensen die zijn veel buiten zonder al te veel kleren en zelf kun je daar niet aan meedoen en ja, dat kan moeilijk zijn en dan vraag je je misschien af waarom je dat ook moet opgeven. Sport kan lastig zijn. Net als dat je kunt genieten van uit eten gaan of een dagje weg met vrienden of familie. Wandelvakantie wordt lastig, want bewegen wordt ook steeds moeilijker. En al die dingen lijkt het alsof je dat moet opgeven. En sommige dingen moet je ook echt opgeven, omdat het lichaam dat niet meer kan. Maar ik denk dat je soms ook gewoon moet denken van, oké, die mensen zijn die wijze en ze kijken maar. Maar zelf vind ik dat ook heel erg lastig hoor, moet ik wel zeggen. Ik heb dan het geluk dat ik nog niet heel in een heel ver stadium zeg maar zit. Want als ik soms zie ik foto's op Facebook en dan denk ik wel van, oh, dan begrijp ik echt dat die mensen gewoon binnen blijven zitten. En dan niet dat ik dan zeg van, blijf binnen zitten, want je bent het niet waard om naar buiten te gaan, helemaal niet. Maar ik bedoel juist dat ik die mensen heel goed begrijp dat ze niet meer naar buiten durven, zeg maar. Alleen al om de blikken van andere mensen. Wat ik eigenlijk wil zeggen met deze video is, misschien moet je heel veel opgeven of heb je heel veel opgegeven omdat je lipodeem hebt. Maar je moet niet de hoop verliezen en je moet niet opgeven. Je bent echt meer waard dan benen hoor. Ik wil zo vaak een heel groot publiek of zo wil ik dan vertellen van wat lipodeem is en wat het met mensen doet. En wat het met mensen doet dat als je zo erg naar elkaar kijkt in plaats van dat je vraagt of dat je elkaar echt accepteert zoals je bent. Want er zijn niet veel mensen die eruit zien zoals de meisjes en de vrouwen op de reclame. En dat wordt ons wel met de paplepel eigenlijk ingegoten dat we er zo uit moeten zien. Maar dat ziet niemand. Ik bedoel, iedereen weet toch dat je wordt geboren en dan groei je op en dan als vrouw ben je, als je 25 bent of zoiets, ben je mooist. En dan daarna takelt het alweer af. En bij een man is het, als je ongeveer 30 bent, dan ben je op zijn mooist. En dan takelt het ook weer af. En iedereen wil mooi blijven en jong blijven. En iedereen doet er maar wat aan.
Dat denk ik, mensen, is dat nou echt het belangrijkste in de wereld. Zelf doe ik er ook aan mee. Ik wil zelf ook gewoon het uitzien zoals het moet. Maar goed, dat was even een zijweggetje. Ik wil jullie meegeven dat je het dus niet moet opgeven. En je mag je verhaal ook gewoon aan mij vertellen als je dat wil. Er zijn genoeg andere mensen aan wie je ook je verhaal kan vertellen. Maar blijf er niet mee zitten. En nee, geef niet op. Bedankt voor het kijken naar deze video. Nog een heel fijn weekend. En dan zie ik jullie weer in de volgende video.